En de girls zijn 13 en 14 jaar. We gaan voorstellen, DVL Haaksbergen, geef haar een groot applaus, want heeft ze absoluut verdiend. Maud Eksterkaarten. Flying Birds met Veerle Aukema. BMX Apeldoorn, Danique Nikkels. FC Unitas CRT Noord, Kim Huizing. We gaan naar de FC BMX Zoetermeer. Let op, moet je eens horen daar op die tribune. De Nick Kiemann-bocht. We gaan naar Nick Kiemann-bocht, want we gaan natuurlijk Dedensvaart dan voorstellen. Laat je horen voor Lisa Dunning. Hey! Dan gaan we nog een keer naar de bocht door voor Zoetermeer. Bailey Hogedoorn. All-Stars BMX maken altijd lawaai. Mila Kool. En let op de laatste dame. DVL Haaksbergen is de hele dag al goed in vorm. Monique van der Valk. Finale categorie girls 13-14. Dat is een mooi standpunt, ja. Zijn we vertrokken met de dames. Girls, 13, 14 jaar oud, met een goede start daar. Voor de dame die luistert naar de naam. Kijk, dat is Monique van der Valk. Die vond ik een beetje tegen. Zit op die derde plaats momenteel. Er is een andere dame die er heel rap vertrokken. Mila Kool. Die was ook ijzeren sterk in de manche. Zijn ook nu weer heel goed vertrokken. Mila Kool. Wat een overmacht vandaag van deze dame. All Stars BMX zeg. Kijk eens even de gasten trekt. Dit is toch ongelooflijk. We hebben het hier over de finale race. Mila Kool. By far, de snelste so far. Op de derde plaats. De tweede plaats moet ik zeggen. Kim Huizing, plaat nummer 3. En daarom raak ik hier de war. En waar zit dan Huizing? Van der Valk. Van der Valk zit op 4. Dan zien we dat daar, even kijken, FCC de Vaart tussen schuift. Lisa Dunnik. Daar was het applaus toch terecht. Derde plaats. Maar de winst is binnen voor Mila Kool.